Hoe zou u het vinden dat u zelf opgeslopen wordt in een cel van 50 vierkante meter met nog 50 andere mannen, bestaande uit moordenaars, verkrachters en andere soorten zware criminelen? Hoe zou u het vinden dat u samen met een overledene in een ruimte moet slapen omdat de bewakers weigeren het stoffelijk overschot te verwijderen? Hoe zou u het vinden dat u regelmatig ziet dat er mensen door gevangenisbewaarders met houten knuppels doodgeslagen worden? Hoe zou u het vinden dat uw 83-jarige invalide moeder in Nederland van verdriet zit weg te kwijnen. nu haar zoon en schoondochter onschuldig in een Thaise gevangenis zitten? Johan van Laarhoven en zijn vrouw zitten al negen maanden onder erbarmelijke omstandigheden vast in een Thaise gevangenis. Volgens het echtpaar door een enorme blunder van de Nederlandse justitie. Hun hele verhaal zie je vanmiddag om vijf voor zes in Onder ons bij Omroep Brabant.